Welkom, beste luisteraars. Hallo Peter, bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Ja. Ja, nou, we zijn zover, Peter. Het laatste jaar, 1918, de Eerste Wereldoorlog. Wat zou er gaan gebeuren? Wie gaat er winnen, denk je? Ja, nou ja, ik weet al ik weet al een beetje hoe het afloopt. Maar alsnog, er zijn zoveel details langsgekomen. Het is toch wel heel interessant. Er zijn nu een hoop partijen waarvan ik gewoon niet weet waar dat heen gaat. En dat is toch wel jammer dat ik dat soort dingen allemaal niet wist of nooit heb geleerd. En dat is toch wel heel fijn. Ja, en moet je nagaan. Dit is niet, dit is maar een klein deel daarvan. Precies, je zou een volle docu erover kunnen maken met 20 afleveringen. Dan, of een boek met zoveel. Er is te veel informatie om in een leven door te krijgen. Het is echt bizar. Weet je, er is zoveel leed en lijden geweest. Maar je wist al hoe het afloopt. En ik kan je vertellen, het loopt slecht af. Ja, ja. Het is geen sprookje waarin iedereen nog lang en gelukkig leeft. Nou ja, gelukkig gingen er mensen verder. Maar dit is het einde, gelukkig. Ja, ja. 1918. De Russen, die zijn nu echt... die waren in 1917 al, hadden die een verdrag gesloten met de Duitsers, dat ze niet meer mee zouden vechten. Maar nu echt, ze zijn uit de oorlog en ja, daardoor kunnen miljoenen troepen uit het oostfront kunnen helemaal ingezet worden op andere fronten. Dus echt, het is heel veel soldaten worden teruggetrokken als reserve en die beginnen te trainen. Peter, heb jij Star Wars gezien? Oh ja, zeker. Ja, je hebt ook al een paar keer stormtroopers gezegd. Toen dacht ik, wat? Stormtroepen? Ja. Stormtroepen, jawoor. We gaan het hebben over de stormtroopers. Maar dan de OG stormtroopers, de Duitse stormtroepen. Ja. Die waren al een ding. Die waren al in 1916, 1915, waren ze al getraind. Maar nu werden ze echt effectief ingezet waar ze voor gebruikt moesten worden. Stormtroepen, dat zijn speciale getrainde soldaten met eigenlijk hele offensieve en snelle tactieken. Ze rennen of ze moeten snel een linie aanvallen en met heel veel geweld en extra vuurkracht moeten ze die om... Ja, dus eigenlijk zijn ze gewoon totaal tegenovergestelde van de Star Wars stormtroopers. Ja, die raken nooit, zijn vrij sloom, een beetje ongeorganiseerd. Deze gasten die raken je gewoon. Ja. En goed. En helaas was dat niet zo heel goed voor de geallieerden. Want op dit moment kwamen er honderdduizenden stormtroopers. Die kwamen op ze afgerend. Want de Duitsers die hadden... Het hele 1917 hadden ze gepland voor dit moment. Het lenteoffensief, Peter. Een 50-mile front werd aangevallen door de Duitsers. En 50 miles is ongeveer 80 kilometer. Ja, zoiets. Ja. Dus dat is best wel vet. Dat is erg groot. Wat ze deden is, ze stuurden heel veel troepen op de geallieerde linies achter. En ze gingen eigenlijk door... En door en door. En namen dus heel veel grondgebied in. En dan kwamen er ondersteunende troepen achteraan die dan de linies moesten houden, zeg maar. Ja, precies. Dus je had eentje die maaide het veld leeg en de ander moest het dan weer beschermen. Ja, ja. Ja, en die trokken dan weer verder, die precies. Aanvallende troepen. Want die gingen gewoon door. Die hadden heel veel handgranaten, speciale snelvurende geweren, weet je, van... Eigenlijk werd er in de Eerste Wereldoorlog nog geschoten met karabijnen. Dan schoot je een keer en dan moest je aan een hendeltje trekken. Sprong je lege patroon eruit en dan moest je hem weer dichtklikken en dan kon je weer schieten. Nou. Ja. En behalve echt die zware machinegeweers die het niet te tillen zijn, waren er nog geen geweren die automatisch konden schieten. Maar die hadden ze op dat moment hadden ze daar wat van gekregen. En stormtroepen, die hadden heel goed materiaal en ze konden er ook heel goed mee omgaan. Och, jeetje. Ik heb een
op een online forum heb ik gelezen van een moderne Amerikaanse soldaat dat behalve het taalverschil konden zulke Duitse stoottroepen betekenen, ze zouden zo in het Amerikaanse leger kunnen instromen eigenlijk qua tactiek en training. Ja, precies. Weet je, zo innovatief was dat dus. Ja. Weet je, de hele oorlog was eigenlijk een beetje blijven staan en zitten. En dit was totaal nieuw, weet je. Ze renden zo over je heen, letterlijk. Ja, en je zei dat ze het in de lente hadden gepland. Dus ze hadden de winter natuurlijk afgewacht omdat het niet te doen is. Ja, en het was natuurlijk ook even trainen en alles voorbereiden. Want zo'n 80 kilometer is veel en je moet echt precies berekenen van hoeveel zetten we in, wat doen we, jaren, jaren, jaren. Yeah. Weet je, er is heel veel te doen. Zeker. En 21 maart was het zover. Heel veel kanonnenvuur. Alles werd ondersteboven geschoten. En daar kwamen ze, hoor, de stoottroepen door de Britse linies heen. Vlammenwerpers, machinegeweren, granaten. Bam. De hele linies werden uit elkaar gereten. Gewoon door zoveel geweld. Yeah. Ja. De Britten konden dit niet volhouden. De Fransen ook niet trouwens. Die werden ook ondersteboven gelopen. Maar wat ze deden was, er was behoefte aan geunificeerd leiderschap. Hmm. Iemand die echt alle troepen kon sturen, zeg maar. En meneer Foch werd daarvoor gekozen. Meneer Ferdinand Foch. Ja, een Franse generaal. En die kreeg dus echt een geunificeerd commando van de troepen in het Westfront. Britten, Belgen, Amerikanen, Fransen, allemaal onder één commando. En hij zei dus van, we gaan ervoor. En hij heeft met goede logistiek en goede tactieken. En omdat hij alles goed organiseerde, heeft hij toch een beetje de linie vastgehouden. Mm-hmm. En ja, gelukkig hebben ze het volgehouden, zullen we maar zeggen. Ja. En want op een gegeven moment moest het wel aflopen, want de Duitsers die namen heel veel land in. Maar op dit moment was er zoveel stuk in Duitsland. Er is een zeeblokkade, heb ik nog niet benoemd, maar die is al een tijdje bezig. De Britse marine heeft Duitsland, de havens van Duitsland geblokkeerd, waardoor er dus geen vrachtverkeer via zee naar Duitsland kon. En dat betekent dat ze geen voedingsstoffen, grondstoffen, dat ze dat allemaal niet kunnen krijgen. Ja, en je hebt natuurlijk al je soldaten, en dat waren natuurlijk de boeren. Ja. Dus ja, je krijgt ook weinig eten meer uit je eigen land. Alles loopt leeg. En eigenlijk heel veel Belgen werden daarvoor ingezet. Maar ja, dat nu ook even niet. Ook, ja. Dus wat de Duitsers verkeerd hadden ingeschat, is dat 80 kilometer, dat best veel bij te houden is. Ontzettend veel. Ja, en dat hadden ze niet meer. Ze hadden niet genoeg eten om al die troepen die daar zaten te voeren. Ze hadden geen munitie meer. Het was op. Het was helemaal kapot. Tja. En wat een probleem was, is dat bij de Slag om de Marne in juli, ja, was het over. De Duitsers konden niet meer en ze werden teruggeslagen. Weet je, de Amerikanen waren nu eindelijk, hadden ze een leger getraind en dat kwam er nu aan. Weet je, 4 miljoen man was opgeleid en dat kwam nu 10.000 man per dag stroomde dat aan land. Nou, dat is niet vol te houden. Wow. Dus de Duitsers werden teruggeslagen en ja, de geallieerden begonnen met hun trektocht. Terug de Duitsers, hop, terug naar je eigen land. Wat ook nog de Duitsers parten speelde, is dat er een leuke nieuwe virus was. Hè? Zelfs de geschiedenis is relevant op het moment. Want je had de Mexicaanse griep. De Spaanse griep. Ja, influenza, voordat ik het verkeerd zeg. Influenza. En daardoor gingen heel veel mensen dood. En dat barstte los in de rangen van de Duitsers. En daarna ook bij de geallieerden. Ja, want heel veel mensen op een kruidje, dat gaat zo
dood. Precies. Luister En als je niet dood naar dan gaat, dan ben je ook niet echt in de stemming om oorlog te voeren. Dus ja. Dus daar hadden ze erg veel last van. Ja, dat Heftig. was gewoon niet genoeg. Op dit moment waren heel veel Duitsers hongerig. De soldaten hadden bijna niks. Als Duitsers ergens kwamen, in een nieuwe linie, renden ze soms niet eens door, omdat er zoveel eieren waren en bier en brood. Ja, dat vrat je gewoon op. Ja, maar Ja, nu. dat lijkt me inderdaad de beste tactiek. Gewoon niet leven van je eigen middelen, maar gewoon constant maar dat nemen van je tegenstanders. Ja, maar als iedereen wil dat je doorrent en je dat niet doet, ja, dan heb je ook een probleem. Dus Ja, ja, dat is het. eigenlijk moet je gewoon alles pakken van je tegenstanders. Maar ja, dat heeft ook zijn Dan nadelen. moet je wel van ze winnen, ja. Ja, en dat deden ze ook op dit Jawel, moment. Ze jawel. drongen ze heel Het ver gaat de terug. goede kant op, Alleen ja. nu gaat het weer achteruit. Ja. De Amerikanen die waren er en die stopten eigenlijk de opmars van de Duitsers. En nu werden ze keihard teruggedrongen. Het tegenoffensief was begonnen. Heel veel Amerikanen, Belgen, Fransen begonnen langzamerhand de loopgraven van de Duitsers te ontmantelen. En ja, er kwamen heel veel tanks. En ik denk dat je nog weet van de Renault FT. Ja, fantastisch. Daar werden heel veel tanks van ingezet. De Fransen, de Britten, die konden met Amerikaanse geld steunen, ook konden ze heel veel produceren. Ja, op een gegeven moment is dat niet tegen te houden, weet je. Er kwamen duizenden tanks op de Duitsers afgerold. Ja, het Weet is je, bijna wonderbaarlijk hoe Duitsland het dan zo lang volhoudt, hè? ja, gewoon puur door tactische innovatie, Ja, weet je. De ja. stormtroepen waren best wel, ja, is goed getraind. Alleen, ja, je kan het niet volhouden als je de middelen niet hebt. Nee. Ja. Tanks begonnen zelfs van die ja, soort van je kent wel tanks die dan een brug neerleggen. Nou, dat hadden ze al een soort van, dat was echt Ja. bizar. Ja. Gaaf. Nou, en alles begon in te storten. Want je had een hele bekende vlieger genaamd de Rode Baron. Ja. Ja, Ja, 80 vliegtuigen uit de lucht geschoten. 80 vliegtuigen. Helaas in 1918 werd hij zelf uit de lucht geschoten. Oh nee. Ja, hij was in een gevecht, dus heel lang werd de Franse ace, volgens mij, die werd beloond met: oh, je hebt Baron van Richthofen neergeschoten, cool. Maar eigenlijk was het dus gewoon waarschijnlijk een machinegeweerschutter van de grond die op hem Ja. heeft geschoten. Daar kwamen ze ook achter. Maar nou, en alles valt nu in elkaar. De Amerikanen die trekken op dwars door het Argonnewoud. En nou ja, een meneer Alvin York, dat was een man uit Tennessee. Die wilde eigenlijk niet vechten, maar hij wilde zich wel aanmelden. Maar hij wilde niet vechten. Nou, dat was toen nog een ding, een conscious objector, dat je niet mensen wil doden. Ja. Maar zijn vriend werd doodgeschoten bij een Duitse linie en hij pakte dus de Duitsers aan en schoot er een aantal dood, waardoor ze dus dachten dat het die met heel veel mannen was. En ze gaven zich dus in honderden aan hem over. Oh. 108, ook ik. Het waren er echt heel veel. Dus ja, dat was wel Maar goeie, indrukwekkend. zeker. Ja. En toen hij terugkwam, werd vroeger een Amerikaans officier aan hem: oh, meneer, oh York, ik hoor dat je het Duitse leger hebt gevangen genomen. Nee, meneer, het waren er maar 100. Ja, Maar precies. ja, het was een gekke tijd, maar de Duitsers die waren er klaar mee, Peter. Iedereen, ja. Ze waren klaar, ze wilden niet meer. Weet je, er zoveel doden, zoveel gruwelijke dingen. Ja. En in het Midden-Oosten ging het net zo slecht. De Ottomanen, ja, zoals we de vorige keer zeiden, Jeruzalem was ingenomen. In de slag om Megiddo werd afschuwelijk hard gewonnen door de geallieerden. En de Arabieren hebben Damascus ingenomen einde 1918. Het
Het valt allemaal in elkaar. En we gaan het ook letterlijk uit elkaar gerukt zien worden. Al die landen die, ja, het waren allemaal rijken die mensen uitbuiten. En het is nu klaar. Weet je, mensen willen dit niet. Mensen willen niet geregeerd worden door anderen. En door zoveel dood en onrust, ja. Ja. Uiteindelijk willen mensen weg. Zeker. En dat zie je ook. Het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, dat begint nu ook te vallen. Want nou, dat had gewoon iets van bijna 12 verschillende volkeren in elkaar, ja. Ja, dat is een beetje amateuristisch leger, hè? Ja, amateuristisch, maar ook heel veel volken die dus eigenlijk geen zin hebben om te vechten, Peter. Mm. Dan heb je Hongaarse mensen die zien Russische vijanden en die zijn zo, andere Slavische mensen, wat gezellig. ja. En Tsjechen zaten erbij, Polen, een beetje. En die hadden zoiets van, ja, zoek het uit. Wij gaan lekker ons eigen ding doen. En terecht, weet je. Serviërs zaten erbij. Nou, die zal je maar laten vechten in Servië. Nou ja, inderdaad. Als je een land buiten Duitsland bent en je wordt zo hard aan, denk je toch ook van, ja, dan sluit ik me maar bij deze aan. Ik bedoel, ja. Mm-hmm. Ja. Keizer Karl de Eerste, mm-hmm. die is aangetreden in 1916, want zijn oom ging dood. Ja. Frans Jozef, daar heb ik het ook over gehad, die is helaas gestorven. Maar ja, als je oud bent, dan ga je helaas uiteindelijk dood. Ja. Hij is gewoon overleden in ouderdom? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb niet gezocht, maar hij is al aan een ziekte overleden zijn. Maar ja, precies. Hij is niet overgegoten of precies. Afgezet. Of exact. Nee, hij ging gewoon, hij legde het loge, weet je. Yep. Hij ging het hoekje om. Ja. Nou, ja. Het, ging bij de mollen op bezoek. Niet langer te houden. Hij ja. Ging de bloemetjes omhoog duwen. Net zoals heel veel mensen deze oorlog. Ja. Poppies, Peter. Poppies. Nou, dat leg ik straks wel uit. Oké. Okay. Maar Karl de Eerste, die gaf meer controle aan andere staten. Hmm. En nou ja, iedereen zei van, nou, weet je, we gaan weg. Dit willen we niet. Nou, dat snap ik. De Italianen die vielen Oostenrijk aan. En nou, dat was dus gewoon echt niet meer te houden. En nee. Nou, de Duitse marine begon te muiten. En iedereen was, ja, het was chaos. Echt, het werd totaal onder de voet gelopen. Ja, ze zijn eigenlijk van alle kanten worden ze nu een beetje omsingeld. Ik vraag me alleen af, ja. Zit Scandinavië nou enigszins in deze oorlog? Nee, totaal niet. Behalve een aantal vrijwilligers. Ja. Verder niemand. Ja. Helemaal niet. Net zoals wij, ze deden het goed. Ja. Slim, ja. Niet doen. Ja, kijk, Denemarken zat er wel een beetje in, maar dan Noorwegen, Zweden, Finland niet. Denemarken ook niet echt, nee? Weet je, okay. Behalve een aantal, ja, op een aantal plekken misschien de grens over. Er was de slag om Jutland, dat was die zeeslag. Mm-hmm. Daar werd gevochten in de Noordzee. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje rond Denemarken is, maar nee, ze waren neutraal. Oké. Okay. Hier en daar misschien wat mensen die vrijwillig als legioen werden ingezet. Maar dan heb je het over enkele duizenden, niet echt een land dat meedoet. Nee, oké. Okay. Heel veel mensen die deden mee, zo van, oh, we willen helpen. Maar ja, waarom zou je willen helpen? Zo, oh. Ja. Maar ja. Op 9 november is keizer Wilhelm afgetreden. De keizer van Duitsland. Hij kwam naar Nederland toe. En ja, daar heeft hij geleefd als banneling eigenlijk op zijn landje. Wat leuk. Wat gezellig. Ja. Ja, iedereen ging bij hem weg. Dus hij ging blijkbaar weg. Ja. Ja. Oké. Okay. Heel gek. En om 11 uur in de ochtend. November, of 11 november, ja, wij kennen het als feestdag, maar anderen kennen het dus als Armistice Day, oftewel staakt het schieten.
een verdragdag. Weet je, dit is de dag dat de Eerste Wereldoorlog stopte. Best Ja. wel gek eigenlijk. Wij lopen leuk met lontjes rond en onze kinderen zijn blij. En op deze dag worden miljoenen mensen herdacht. Ja, maar goed, dat is Heel natuurlijk, het gek. staat daar los van, hè? Ja, zeker. Sint Maarten heeft natuurlijk een christelijke origine van de werkelijke Ja. Sint die barmhartig was en zijn cape afscheurde en aan een bedelaar gaf. En daardoor is hij Sint geworden. Ja. Gaat Ja. makkelijk, gaat snel, Ja, hè? maar gelukkig staat het nog in elkaar. Ja, een 11 november in deze oorlog is dus even iets heel anders. Ja. Ja. En de Duitsers en de Oostenrijkers en de Turken, de Bulgaren hebben verloren. En ze moesten allemaal wat inleveren in het Verdrag van Versailles. Maar daar gaan we het de volgende aflevering over hebben, Peter. Jeetje, ja, wel gaaf. Ik vraag me ook af, als je dan zo'n verdrag tekent, zeker in die tijd, ging het dan wel goed rond? Was het dan wel. Ik bedoel, ja, ik kan me toch voorstellen dat het even duurt voordat iedereen dat boodschap heeft begrepen. Nou, het op zich, weet je, want het hele vol, er werd wel echt gezegd van, oh, we gaan, we sluiten vrede met ze en de oorlog is over. Maar waar wel een miscommunicatie is, dat is om 11 uur staakte het vuren eigenlijk. Alleen dat kwam niet altijd even goed door en mensen checkten niet altijd goed Een klokje, hun klokje. Dus ja. Er werden nog echt een aantal mensen vlak voordat de oorlog over was, werden ze doodgeschoten. Allemaal erg onhandig en stom. En het laat echt zien hoe nutteloos deze oorlog was. dat doet me een beetje denken aan zo'n rugbywedstrijd. Dat je dan inderdaad iedereen duikt bovenop elkaar, een dik gevecht om die bal, en dan fluit de scheidsrechter, en dan moeten ze allemaal stoppen. Ja. Dat doen ze ook, hè, bij rugby. Heel braaf. Ja, en hier deden ze dat ook wel, maar het was wel echt Ja. van, oh shit. Maar nee, dat vredesverdrag, daar waren wel de Duitsers het wel over eens. Ze waren niet blij, maar dat was wel Nee, nou duidelijk ja, dat dit op die manier, niet kijk, was. het is voor alle partijen is dit natuurlijk gunstig. Dus het Ja, is alleen, ja, je trots zeker. moet je dan even inslikken, denk ik. Dat is waar. Ja, en dat deden ze ontzettend goed. Maar Ja. ja, het is over, Peter. We zijn er doorheen. Jeetje, ja. Wat een bizarre oorlog, inderdaad. Echt als een soort, ja, middeleeuwse oorlog begonnen en geëindigd als een gewoon een grote puinhoop. Ja, letterlijk een grote puinhoop. Het heeft echt, ja, zoveel levens gekost. Zelfs als je bedenkt, de Green Fields of France, helemaal overhoop geschoten tot één grijze drap. En het is allemaal weg. Waarom? Omdat een aantal mensen vonden dat ze onafhankelijk wilden zijn en hun spierballen wilden laten zien. Ja. Ja. Ah ja, Echt. zo gaat dat. Hey, in de volgende Ja. aflevering wil je dus een beetje vertellen wat dit voor effect had op Europa. Ja, ik wil het nog even afsluiten met een beetje bijinformatie en een goede een bespreking van wat er nou allemaal gebeurd is. Ja. Even stilstaan bij alles. Ja, bijzonder. Nee, want dat is natuurlijk ook zo. We zien de Wereldoorlog, namelijk als Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2, maar ze hebben natuurlijk wel verband met elkaar. En ja, dat Oh, vind ik altijd wel absoluut. een beetje moeilijk om mijn vinger op te leggen van waar zit dat hem in. Dus ik ben erg benieuwd, Karsten, naar de volgende Ja. aflevering. Ja, je gaat het horen, Peter. Dankjewel, hè. Super. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag beste luisteraars, dank jullie wel weer. Dag Peter. Ciao.